Hallo allemaal, mijn naam is Tess en welkom bij nieuwe afleveringen van Ken je Geschiedenis. Vandaag sta ik midden in Amsterdam en dat is niet zonder reden, want ik ga vandaag de geschiedeniskennis van mensen op straat testen. In het Nederlands Openluchtmuseum vind je een overzicht van de geschiedenis van ons land, de Kanon van Nederland. Deze kun je altijd bezoeken, ook nu het museum alleen als wandelbank geopend is. De komende week ga ik kijken of mensen een aantal objecten uit de Kanon van Nederland kunnen herkennen. Dit is een persoon en ik ben benieuwd of jullie weten wie dit is. Willem van Oranje volgens mij. Rembrandt van Rijn. Ik heb geen idee. Ja, dit is volgens mij Willem van Oranje. Nee? Nee, het zou Willem van Oranje zijn. Ja, helemaal goed. Willem van Oranje. Ja. Wat goed. Hoe weet je dat? Heb je dat bij geschiedenis gehad? Ja, nou ja, onze voorvader. Hè? Vader des vaderlands. Huis, ja, vader des vaderlands. Ja. Ander gokje. Dat weet ik echt niet hoor, wie het is. Het is Willem van Oranje. Oh, Willem. Ja, dat is Willem. En weet u iets over Willem van Oranje? Vrij weinig. Ja, dat het iets te maken heeft met de koninklijke familie natuurlijk. Ja, hij was onze eerste koning. Toch? Nee. Nee, stadhouder. Niet. Hij was inderdaad stadhouder. Dat bedoel ik natuurlijk. Precies. Heel goed. Hij is vermoord, geloof ik. Ja, neergeschoten door Garibaldus. Balthasar Gerard. Ja, ik draai het om. Garibaldus. Ja. Hij streed voor de vrede tussen de protestanten en de katholieken. Ja. En daaruit is iets ontstaan. Weet u misschien wat dat zou kunnen zijn? Gereformeerd? Het was een oorlog. Dit was toch de oorlog tegen de Spanjaarden? 80-jarige oorlog? Ja, 80-jarige oorlog, ja. En waarom ontstond de oorlog? Help, ik werk zelf in een museum. Weet je, ik ben het allemaal vergeten. Ja? Ja, echt. Nou, hij is met een leger tegen Alfa opgetrokken. Was het zo? Nou, ik ben heel slecht in geschiedenis geweest. Ik heb nooit mijn huiswerk gemaakt. Volgens mij wilden wij bevrijd worden. En daaruit is de beeldenstorm ontstaan en daaruit de 80-jarige oorlog. Nou, het blijkt dus eigenlijk dat vrij weinig mensen iets weten over Willem van Oranje, onze vader des vaderlands. En daarom dus nog even een duidelijke uitleg. Veel Nederlanders zien de hoge edelman als de grondlegger van onze natie. Het was Willem die in opstand kwam tegen de katholieke koning Philips II en vrede wilde tussen protestanten en katholieken. Het leidde tot een oorlog tussen de jonge Nederlandse Republiek en Spanje die uiteindelijk 80 jaar zou duren. Ook ons volkslied, het Wilhelmus, hebben we aan hem te danken. Dat propagandalied gaat over Willem en zijn strijd tegen onrecht en overheersing. Ik sta hier in de Kanon van Nederland bij het tijdvak Ontdekkers en Hervormers, waar je meer kunt leren over de tijdsperiode van Willem van Oranje. De Kanon van Nederland kun je vinden als je bij het entreegebouw rechts gaat. Volgende week ga ik weer op pad met een nieuw object uit de Kanon, dus kijk dan ook zeker. Voor meer informatie kun je op de website kijken en dan zie ik je heel graag volgende week weer. Doei!